Voilà, ik heb net mijn boodschappen gedaan in de bio-winkel. En ik dacht, tja, ik wil een vraag die ik zo vaak krijg wel eens een keer beantwoorden. Namelijk, is bio nu zoveel beter? Kijk, als ik mensen voedingsadvies geef, dan geef ik ze altijd mee, kies zoveel mogelijk voor bio. En dan krijg ik stevast een vraag en dan zeggen de mensen, ja, maar Tanja, is dat nu echt zoveel beter, die bio? Want tenslotte, dat is zoveel duurder en ik moet daarvoor naar de bio-winkel en het is een gedoe. Wel, kijk, in deze video wil ik jou graag 5 redenen geven waarom ik denk dat bio een goed idee is. Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Tanja, ik ben coach. Ik help dames met tips en advies om terug te stralen. En om weer helemaal blij te worden van wie en wat ze zien in de spiegel. 5 redenen dus waarom ik vind dat bio een goede keuze is. Reden nummer 1. Je haalt veel meer voedingsstoffen uit je voeding. Het is een ontegensprekelijke evidentie dat er meer vitamine, mineralen en enzymen zitten in biologisch geteelde groenten en fruit. En dat komt omdat de bodem waarop die groenten en fruit worden geteeld, dat die behandeld worden en dat die gevoed worden met duurzame praktijken en verantwoordelijke standaarden. Ik heb een paar voorbeelden genoteerd. Gemiddeld gezien is biologisch geteeld voedsel 21% rijker aan ijzer, 27% rijker aan vitamine C, 29,3% rijker aan magnesium en bevat 13,6% meer fosfor. Fosfor is trouwens iets wat je wil eten voor je botten en voor je tanden. Nog veel belangrijker, biologisch geteelde groenten en fruit zitten boordevol polyfenolen. En daar kan ik een hele video over vertellen en misschien doe ik dat later wel eens. Als je dat wil, laat het even weten in de commentaren. Want dat is een soort antioxidanten die voor ons lichaam zo weldadig zijn. Reden nummer 2. Je vermijdt er chemicaliën mee. Kijk, als je wil ontkomen aan de chemische cocktail die ons lichaam zodanig toxisch is voor ons lichaam, dan moet je bio eten. En ik heb het over de herbicides, de pesticides, de meststoffen. En daar zijn 2 dingen over te zeggen eigenlijk. Eerst en vooral, een plant die niet geholpen wordt door al die dingen, die moet veel harder vechten voor zijn bestaan. Dus per definitie zijn dat sterkere planten. Dat heb ik geleerd van een apotheker, fytotherapeut, met wie ik vroeger heb samengewerkt. En dat is me altijd bijgebleven. Dus hoe sterker de plant, hoe meer voedingsstoffen en hoe voedzamer dus ook voor ons. Zo kun je een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld spinazie. Biospinazie bevat veel meer voedingsstoffen dan gewone spinazie. Maar als je dan gaat kijken naar een onkruidplant, zeg maar, die ook zeer voedzaam is voor ons, namelijk de paardenbloem, ja, die is nog rijker aan voedingsstoffen. Een tweede ding dat erover te vertellen valt, over die chemicaliën, is dat ja, ze zijn gewoon slecht voor ons. Ze zijn gewoon toxisch. Kijk naar Roundup. Roundup is volgens mij de populairste onkruidverdelger. Die is trouwens sinds deze zomer in België verboden voor particulieren. Het hoofdbestanddeel van Roundup is een stof die in ons lichaam omgezet wordt tot een andere stof. En die is door ons lichaam zo goed als niet te verteren. Door heel weinig mensen te verteren. Wat gebeurt er dan? Die stof gaat opgeslagen worden, gaat opgestapeld worden. In onze gewrichten. In onze nieren. En wordt zelfs steeds meer in verband gebracht met het ontwikkelen van bepaalde angsten. Dus gaat heel ver. Dus is iets wat je niet in je lichaam wil. Het is sowieso iets wat onze immuniteit aantast, wat onze darmen aantast. Dus een no-go. Bovendien, vergeet niet, het zit ook in vlees en in zuivel van dieren die gevoed worden met granen en bonen. Want iets waar weinig mensen bij stilstaan is, iedereen kent het populaire gezegde, je bent wat je eet. Ja, dat klopt. Maar je bent ook
wat je eten gegeten heeft. Dus daar moet je toch eens over nadenken. Als je de volgende keer je boodschappen gaat doen. Reden nummer 3. Je vermijdt GMO's. Wat zijn GMO's? Genetisch gemodificeerde organismen. Wat betekent dat? Men gaat vreemde genen invoegen in een plant. Met de bedoeling dat die plant andere karakteristieken krijgt. Zo bijvoorbeeld wil men voorkomen dat de plant zelf meer insecticides aanmaakt. Dan ga je zeggen, ja, dat is toch een goed plan? Ja, dat klinkt logisch. Alleen is het zo dat de plant op die manier een bepaald soort proteïne gaat aanmaken. En vooral lectines gaat aanmaken. Die door ons lichaam, zeg maar door de barcode-scanner in ons lichaam, herkend worden als vreemd. En als ons lichaam iets vreemds binnenkrijgt, dan gaat het er alles voor doen om het eruit te krijgen. En wat gaat het dan bijvoorbeeld doen? Ontstekingen creëren. Want een ontsteking, dat is nog zoiets wat ik van die man heb geleerd, een ontsteking is eigenlijk een natuurlijk opruimmechanisme van het lichaam. Dus mensen krijgen soms ontstekingen hier en daar en allerlei ontstekingen, weten absoluut niet waar het vandaan komt. Wel, misschien ligt dat gewoon aan het soort voeding. Aan de genetisch gemanipuleerde, genetisch gemodificeerde voeding. De wetenschap is er absoluut nog niet over uit in welke mate dat schadelijk zou zijn voor het menselijk lichaam. Maar er zijn al ettelijke studies gedaan op dieren, helaas. Die hebben aangetoond dat er wel degelijk schade wordt berokkend aan de organen. Dat er een probleem ontstaat in de voortplanting. Dat de immuniteit eronder leidt. Dat, dat de darmen eronder gaan lijden. Dus dat zijn allemaal... Ah ja, dat wou ik nog vertellen. Dat er nog dat het veroudering in de hand zou werken. Dus je gaat gewoon sneller ouder worden als je genetisch gemanipuleerde voeding eet. Reden nummer 4. Je vermijdt hormonen, antibiotica en andere medicijnen. Maak je geen illusies. Conventioneel vlees en vis en zuivel zit er vol van. Dus als je dat niet in je lijf wil, kies dan voor bio. En een laatste en vijfde reden is, het is gewoon lekkerder. Test het zelf. Eet een appel en eet een bio-appel. Eet een wortel en eet een bio-wortel. En ervaar het verschil. Er is verschil. Het is gewoon veel smakelijker. Dat is toch een goede reden ook, dacht ik. Zo. Dat zijn mijn 5 redenen waarom ik het een goed plan vind om te kiezen voor bio. Maar nu hoor ik heel graag van jou. Hoe sta jij er tegenover? Kies jij voor bio? Altijd? Nooit? Waarom? Soms, wanneer wel, wanneer niet. Ik hoor het heel graag. Zet het even in de commentaren hier onder deze video. Vind je deze video nuttig? Is het waardevol voor jou? Laat het mij dan even weten. En is er nu iemand waar je spontaan aan denkt? Iemand die waarde zou kunnen hebben aan deze video? Tag die persoon dan even. Of stuur de video door. En dan rest er mij alleen nog jou te bedanken voor het kijken. En dan zie ik jou heel graag terug in een volgende video. Zorg goed voor jezelf. Zo kun je ook beter zorgen voor anderen. Geniet van het weekend en tot de volgende keer. Bye bye.